Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Deterink Advocaten en Notarissen. FC Eindhoven tegen FC Os. Het is de eerste wedstrijd in de vierde periode van de Jupiler League en dus belangrijk, want het is voor FC Eindhoven de laatste kans om nog iets van dit seizoen te maken. Dit is Blauw-Wit TV. Goedenavond, welkom bij Studio 040, Blauw-Wit TV, met een uitwedstrijd voor FC Eindhoven bij FC Os. En ik zei het al, het is een van de laatste kansen van dit seizoen om nog iets van het jaar te maken. De vierde periode begint en die wil FC Eindhoven pakken. Of dat ook gaat lukken, dat valt nog te betwijfelen, want in de laatste drie wedstrijden scoorde FC Eindhoven één keer. Het is dus hard toe aan doelpunten. Want het doelsaldo van FC Eindhoven ligt er niet om. Min 21 staat de ploeg uit Eindhoven op. Dat is na 22 wedstrijden spelen en daarin hebben ze 14 punten gehaald. De tegenstander van vandaag, FC Os, doet het iets beter. Ook 22 wedstrijden gevoetbald, maar 10 punten meer, 24. En er is nog steeds wel een blessuregolf bij FC Eindhoven. Maar langzaam maar zeker sijpelen de fitte spelers weer terug de selectie in. En met die fitte spelers krijg je deze opstelling. Zahari, hij staat op doel. Dan achterin keert Van de Kerkhof terug na een lange tijd. En ook Verkoelen, Paridaans en Van Bellen staan samen met hem achterin. Dan op het middenveld Lucius, Waalkens en Ospitalieri. Speelde eerst linksback, toen rechtsback en mag nu dus weer terug naar zijn geliefde middenveld. Voorin de drie mannen die daar al enkele weken lopen. Koch, Van den Hurk en Maria. FC Os in de rood-witte tenues. De ploeg die dit seizoen thuis pas twee keer de drie punten in eigen huis hield. Tegen Eindhoven in het blauw-wit en de hekkensluiter van de Jupiler League. Die wacht nog altijd op de eerste uitzegen van dit seizoen. Vier keer gelijk buiten het Jan Lauwers Stadion. Begin is niet echt fel en om over naar huis te schrijven. Dit is Kenny Thijssen. Hij de linksback van FC Os. Dat in de beginfase van de wedstrijd nog de meest aanvallende aspiraties heeft. Via vooral hier Muslu Nalbantoglu. En dan kan Eindhoven eruit. Eindhoven met voorin Koch en Waalkens en natuurlijk Anthony van den Hurk. Die proberen ze te bereiken. Hier is Waalkens. Daar is Van den Hurk. Waalkens doorgelopen. Thijssen. Daar gaat hij omheen. Ook om Piqué. Maar dan is het een slapschot. Toch weer Eindhoven, waar het altijd kijken is naar sterspeler Serhat Koç. 9 doelpunten al gemaakt, maar in deze wedstrijd zien we hem dan nog niet al te veel. Hij weer met nummer 11 vanaf links komend, terwijl hij natuurlijk ook centraal in de aanval belangrijk kan zijn en gevaarlijk kan zijn. Hier is hij dan eindelijk, maar via de kluts levert het niet echt een kans op. Wel gevaarlijk wat Piqué daar deed. Laatste lijn van Os, Piqué, Gurgulu, Nalbantoglu en Thijssen dus. Die namen zijn dan gevallen. Op het middenveld moeten Van den Ouweland en Simone het spel vormgeven. En dat is bij Eindhoven dan Lucius, die terug is van zijn griepje. Maria en Ospitalieri, de Belg die al 8 keer geel krijgt. Hier is Van der Sloot. Nou, dit moet hem dan zijn. Wat een gigantische kans, maar die is ook vanuit buitenspelpositie binnengeschoten. De kans van Tim Nelemans, spits van dienst, met een verleden bij Eindhoven. Hij maakte er pas 2, hier is Os opnieuw. En dan zijn ze bij Eindhoven boos over zoveel ruimte voor Tim Nelemans. Maar het vizier van Nelemans niet echt op scherp nog. Misschien nu, als opnieuw Nalbantoglu mee naar voren komt. Nou, schiet maar zelf, zou je zeggen. Dat doet hij ook wel, maar hij raakt ook de bal niet lekker. Gehinderd door Van Bellen. Excuseert zich ook en dan zien we goed dat Os wel met rouwbanden speelt voor Theo Bos, de trainer van Dordrecht. En Eindhoven daar niet voor heeft gekozen. Van der Sloot. Dit moet hem dan zijn. Dit is de 1-0. Nee, weer niet. Nu goed uit zijn goal gekomen. Brahim Zari op de inzet van Roel van der Sande, ook al ex-Eindhoven. Misschien dat hij daarom te voorzichtig deed. Hoort wel een hoekschop bij. Die gaat ver. Die komt hoog. Thijssen in de buurt. Hier is dan nog Van der Sande. Nou, mikken maar voor Nelemans. Maar het is nog niet echt het jaar van Tim Nelemans. Ook nu niet. Er was al gefloten door de jonge scheidsrechter Rob Dieperink. 2 jaar geleden toegetreden tot de masterclass der scheidsrechters.
De vrouwen van PSV FC Eindhoven speelden gisteren knap gelijk tegen Standaard Luik. Luik was de koploper in de Beneliga A. Eindhoven de nummer 6. Het werd 1-1 met een doelpunt van Danielle van der Donk. De volgende wedstrijd van de vrouwen is opnieuw tegen een Belgische tegenstander. Ze moeten op bezoek bij Anderlecht. En de zaalvoetballers van Siba VDL hebben voor de tweede keer dit seizoen puntverlies geleden. Het werd thuis 4-4 tegen AORC Lebo Vastgoed. De volgende wedstrijd van de zaalvoetballers is de topper tegen de Hommel. Dat is op 9 maart. Tweede helft dan met Maria. Nou, open kans zou je hier zeggen voor Verkoelen. Terug van zijn hamstringblessure, maar ook dat wil dan niet lukken. Nalbantoglu, als Os een tandje bijzet. Van de Sloot, Nalbantoglu, bal binnengehouden. Achterin is Thijssen. Goed ingegrepen door Sven van der Kerkhof, rechtsback van Eindhoven. Toch weer een kans voor FC Os. En als je zo gaat plussen en minnen, kom je toch op de meeste mogelijkheden voor de thuisploeg. Hier weer een paasje van der Sloot. Net te hard voor Kenny Thijssen. De overname dan via Van der Kerkhof is onscherp, maar kan toch doorgaan. Hier is Gianluca Maria. En aan de linkerkant zou die een keer zijn kant... Nee, hij doet het niet. Het is ook niet de avond van Serhat Koç. Uittrap van Brahim Zari. De actieve Maria. Toch weer via het middenveld met Lucius en Ospitalieri. Lucius laat zich aftroeven door Piqué. En dan kan Os er weer uitkomen. Alleen Van der Sloot is mee, maar nu aansluiting. Dit moet hem zijn, dit is hem niet. Het zag er zo mooi uit, die aanval met Simone. Wat sneed hij er goed doorheen. Maar het is hem niet gegeven. Opnieuw FC Os. De invaller, Caifano Latuparissa. Hij maakte er al 3. Hij erin gekomen voor Mark Koot. Onzichtbaar. Ook Nelemans is vervangen door Roy de Ruiter. En hier de kans voor Eindhoven. Het zal je gebeuren, zeg hij, dat ze hem hier afmaken. Maar Lucius is geen spits. Dat werd hier duidelijk. Deze wedstrijd stevend af op 0-0. Het is eigenlijk een foutenfestival. Maar het is wel spannend. En dat vergoedt dan veel. Latuparissa verspeelt hier de bal. Os zet druk van de Sloot. Hij staat daar nog, de invaller, Latuparissa. De Ruiter kiest positie. Nou, dit moet hem zijn en dit is hem. 83ste minuut. Zijn 5e van het seizoen. En de 2 invallers doen het voor Anton Jansen, de trainer van FC Os. De paas van invaller Caifano Latuparissa. Het doelpunt van Roy de Ruiter. En dan mag je best iets vrolijker zijn. Want FC Os pakt de 3e thuisoverwinning. Er gebeurde bijna helemaal niks in de eerste helft. Nee, er gebeurde weinig. Ik denk ook, het is geen excuus, maar gewoon een constatering dat het veld niet meedeed hieraan. Dus voetballen was eigenlijk heel moeilijk. Tenminste, klein voetballen en positiespel spelen. Dus je moest meer hebben van de linie overslaan en dan bijsluiten. En de lange bal en de tweede bal. Dus dat was heel moeilijk voetballen. En inderdaad, de eerste helft hebben we dat te weinig gedaan. Ik denk allebei de ploegen. Tweede helft hebben wij, denk ik, zeker een aantal hele goede combinaties gehad. Op een goede aanvallen, goede counters. Het is dan zuur dat je toch een 1-0 nederlaag hier hebt, terwijl je het op een gegeven moment toch in handen had, denk ik. Hoe zuur is het om hier 6 minuten voor tijd tegentreffen te krijgen, waardoor FC Eindhoven opnieuw verliest? Ja, dat is wel heel erg zuur. En, toch ik niet helemaal terecht vond ik. Zeker gezien de tweede helft. Alleen je krijgt hem wel weer tegen. En, dat is wat je al aangeeft, erg zuur. Zeker in de situatie waar wij zitten. Ja, in de hoek waar de klappen vallen. Ja, klopt. Eerste wedstrijd, 4e periode. Onze enige mogelijkheid om nog iets, als we iets willen en kunnen in de competitie, is dit nog onze enige en laatste kans. Maar ja. Bij deze is het alweer weer heel moeilijk en een zuur verhaal. In die tweede helft waren er wel kansen. 2 keer Serhat Koç bijvoorbeeld, die dan vergeet de bal mee te nemen. Theo Lucius 1-1 op de keeper. Ja, duidelijk. Dus die 3 kansen. Er zijn nog eentje, een tweede bal denk ik van Michael Verkoelen na een vrije trap. Ja. Nou goed, dan heb je toch over 3-4 hele goede mogelijkheden. En ja, dan moet je in deze fase waarin je zelf de punten niet pakt al een tijdje. Of te weinig punten, ja, moet je die pakken. En
dat zetje hebben we net nodig, maar dat moeten we ook afdwingen. En ja, dat hebben we dan toch niet gedaan, want je kunt pas juichen als je over de lijn is. Hè? FC Eindhoven staat ook na de wedstrijd tegen FC Os gewoon laatste. 23 wedstrijden gespeeld, 14 punten. En ze zien de tegenstanders eigenlijk alleen maar verder weglopen. Emme Won pakt 3 punten en ook Excelsior pakte weer een punt. Waardoor FC Eindhoven nu op 2 punten staat van de Rotterdammers. Opnieuw verlies voor de ploeg van Pascal Maas dus. En misschien nog wel erger, FC Eindhoven weet opnieuw het net niet te vinden. Het wordt een beetje problematisch. Er komen nu 3 thuiswedstrijden op rij. De eerste daarvan is tegen Fortuna Sittard. Dat is volgende week vrijdag, dus dat kunt u zaterdag dan weer zien hier op Studio 040. Tot dan! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Daterink Advocaten en Notarissen.